In Voorburg is het goed wonen, dat vinden ook de bewoners van de Prins Hendrikstraat, de Emmastraat en de Oranje-Nassaustraat. Bijna 100 jaar geleden werd een van de eerste sociale woningbouwprojecten in Voorburg gerealiseerd. Anders gezegd, het Oranje-kwartier. Kleine eengezinswoning met grote tuinen. Volgens verhuurder Woninvest zijn de woningen op en is sloop onafwendbaar. De bewoners zijn het hier niet mee eens. Zij willen liever renovatie. Goedemorgen. Goedemorgen mevrouw. Hoe gaat het met u? Mij gaat goed. Met u gaat het niet zo goed hoor ik. Kunt u eens uitleggen wat er aan de hand is? Ja, dit is een schattig wijkje uit 1922. Waarvan de buurt behoorlijk geschrokken is. Omdat waarschijnlijk de hele wijk wordt platgegooid voor nieuwe huizen. Ja. Dit zijn sociale woningen. Ja, wij hebben uitgebreid onderzoek gedaan naar de woningen. En daarbij hebben we geconstateerd dat met name de aard van de vochtproblemen in de woningen anders waren dan wij gedacht hadden. We hebben ook een enquête gehouden onder de bewoners. En daar bleek dat de ernst ook veel groter was dan gedacht. En om dat op te lossen, is dat eigenlijk niet mogelijk in de bewoonde staat. Kan het dan gebeuren dat een ouder iemand een gezin met jonge kinderen boven zich krijgt? Nee. Nee, daar zullen de bovenwoningen. We gaan echt uit van ook op die hoeken woningen die passen in de maat van de wijk. Ja. En daar komen dus geen grote woningen bovenop. Dat zijn kleine woningen ook. Met twee kamerwoningen. Ja. Wel voor starters. Maar nou, daar kijken we goed naar.